Hartelijk welkom iedereen op de derde webinar van het Trading Discovery Pak. Vandaag gaan we het hebben over hoe uw rendement optimaliseren in uw portefeuille. En dat gaan we doen aan de hand van slimme orders. Het is het derde webinar dus in een reeks van drie van het Trading Discovery Pak. Dus we gaan ook heel even de voorgaande webinars herhalen. Dat doe ik zo dadelijk. Misschien mijzelf ook heel even voorstellen. Ik ben Dirk Ranshoff, al 8 jaar salesforce bij KeyTrade Bank. Ik ben verantwoordelijk voor het trading segment. En ik ga u dus vandaag dit webinar geven. De voorgaande webinars had ik gezegd basisprincipes en basisproducten waarin dat u kunt beleggen. Dan in een tweede webinar hebben we gezien hoe dat u nu concreet marktorders als ook limietorders op de beurs plaatst. En dus vandaag gaan we zien hoe kan u ervoor zorgen dat u portefeuille rendabel wordt of ervoor zorgen dat inderdaad u het maximale uit uw portefeuille haalt. Vorig webinar hebben we ook gezien het verschil tussen aandelen, obligaties, fondsen en trackers. Enerzijds individuele producten, anderzijds samengestelde producten of korven waarin u belegt. Doordat u eigenlijk belegt in een korf, spreidt u dus uiteraard ook uw risico, maar verlaagt u ook uw transactiekosten. Door de aankoop van één beleggingsproduct belegt direct in een korf of een waaier van instrumenten. Ook moet u rekening houden met twee basisprincipes. Het eerste is: beleg nooit met geld dat u direct of binnenkort nodig heeft. Zorg er altijd voor dat het geld dat u op de beurs belegt, dat dat tegen een stootje kan. En dus ook, tweede basisprincipe, spreid uw risico in tijd en anderzijds ook in verschillende producten, regio's en sectoren. De koersvorming hebben we gezien als ook het orderboek. Dus aan de rechterkant de askprijs, dat is de beste prijs waartegen u kunt kopen. En de biedprijs, dat is de beste prijs waartegen u kunt verkopen. Dit is een orderboek van voor de beursopening. U ziet dat hier 7 uur 25. Wel, vanaf 9 uur gaat u hier dus ook bied- en laadkoersen geafficheerd zien. En dan weet u dus tegen welke prijs dat u gaat kunnen kopen aan de askzijde en verkopen aan de biedzijde. Dus de eerste lijn in het orderboek is altijd de belangrijkste, die wordt als eerste uitgevoerd. U ziet hier 5 lijnen, dat betekent dat zijn dus allemaal orders die naar de markt verstuurd worden van kopers en verkopers die een bepaalde hoeveelheid wensen te kopen en te verkopen tegen een bepaalde prijs. Het verschil tussen markt- en limietorder, heel duidelijk, een marktorder, uw order wordt rechtstreeks uitgevoerd, dus dat is positief. Nadeel is natuurlijk, die prijs kan ietsjes afwijken van de laatste of op het moment dat u uw order ingeeft. Dus u heeft geen zekerheid van die prijs. Terwijl bij een limietorder, zowel bij aan- en verkoop, geeft u zelf in tegen welke prijs dat u aandeel wenst te kopen of te verkopen. U weet dus precies wat u betaalt of wat u krijgt voor het aan- en verkopen van uw aandelen. Anderzijds heeft u geen zekerheid dat ooit de limiet bereikt wordt in de markt. En als u uw limiet veel te laag zet voor een aankoop of veel te hoog voor een verkoop, kan het zijn dat u die gaat moeten annuleren en opnieuw moet plaatsen. Dus geen zekerheid van uitvoering. Waar vindt u informatie bij KeyTrade Bank? Wel, u heeft enerzijds de Analyst Top 5, dat is de maandelijkse top 5 in de Key News, waarbij dus een expert zijn top 5 favorieten bespreekt. Dan heeft u het Idea Center, dat is een tool waarbij een aantal investeringsideeën uitgewerkt werden. U gaat gewoon naar Idea Center en u vindt daar dan een reeks van informatie, als ook mogelijkheden. Dan de Global Analyzer is een tool die op basis van 5 criteria een aandeel analyseert en dan aangeeft of een aandeel koopwaardig, behoudenswaardig of verkoopwaardig is. En onder Trading Insights, dat vindt u terug op de publieke website, u gaat gewoon naar menu Trading Insights. Daar kunt u beleggen in specifieke thema's zoals goud, olie, metalen, vastgoed, emerging markets enzovoort. Laten we eens kijken wat we vandaag gaan zien. We gaan dus ons rendement wensen te optimaliseren. Heel belangrijk is dat u dus u niet laat leiden door uw emoties als u belegt. Dus beleg rationeel. Gebruik of maak gebruik van slimme orders. Daardoor kunt u alleen maar uw winst maximaliseren en uw verliezen beperken. En dan praktisch tonen we hoe dat u die orders plaatst op het platform van KeyTrade Bank. Laten we heel even van start gaan. Dus heel belangrijk bij beleggen, maar nog te weinig klanten doen dit. Cut your losses and let your profits run. Dat betekent, zorg ervoor dat u uw verliezen kort op de bal afkapt.
en dat u uw posities waar u winst op heeft, dat u die zo lang mogelijk tracht aan te houden. Dus uw winst tracht te maximaliseren. Ja? Elk verlies start met een klein verlies. Dus als u dat op het juiste moment of zeg maar kort afkapt, dan kan u dat geld terug recupereren en investeren in andere effecten die rendabeler zijn. Slimme orders die we vandaag gaan zien, dat is het stoporder, het stoplimietorder en het trailingstoporder. We gaan ze één voor één bekijken, als ook het verschil tussen een stop, trailingstop en een stoplimietorder ten opzichte van een markt en limiet. In feite bij een marktorder, u koopt gewoon aan de koers in de markt of u verkoopt gewoon aan de koers in de markt. Uw order wordt rechtstreeks uitgevoerd aan de eerstvolgende koers. Dat kan hoger of lager zijn. Afhankelijk van vraag en aanbod in de markt uiteraard. Bij een limiet bij aan- en verkoop geeft u zelf de prijs op waar tegen u wenst te kopen of te verkopen. En die prijs moet ook bereikt worden in de markt of zelfs hoger of lager dan die prijs gaan voordat uw order wordt uitgevoerd. Zo niet blijft uw order in wacht. En dan bij een stoporder. Wel, bij verkoop is dat om uw verliezen te beperken of uw winst veilig te stellen. En bij een kooporder, dus als u een stoporder als kooporder zou ingeven, dan wenst u eigenlijk enkel in te stappen bij een stijgende tendens. Toon u dat zo dadelijk met concrete voorbeelden. Laten we heel even een stoporder bekijken om uw verlies te beperken. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. De koers staat, of u heeft gekocht aan 100. De koers staat op dit moment 98, u heeft dus 2% verlies of 2 euro verlies per aandeel. U wenst uw verlies te beperken en u legt een stoporder in aan 95 euro. Zolang dat 95 dus niet bereikt wordt in de markt, wordt uw stoporder niet uitgevoerd. Breekt uiteraard of daalt die koers wel door de 95, wel dan worden uw aandelen verkocht als zijnde een marktorder. En dan worden ze dus eigenlijk verkocht aan de eerste volgende marktprijs. Dat kan 95 zijn, dat kan ook ietsjes hoger of lager zijn. Vandaar dat er staat verkoop op of rond 95. Stel nu dat u een stoporder ingeeft aan 95. U heeft gekocht aan 100 en de koers staat vandaag 98. Morgen opent die op een gegeven moment aan 90 en blijft continu dalen. Wel, in dat geval heeft ook uw stoporder niet gewerkt. En dus uw stopprijs moet bereikt worden in de markt alvorens uw order uitgevoerd wordt. Wenst u uw winst veilig te stellen? We hebben dus gekocht aan 100. In plaats van dat het aandeel daalt, heeft u reeds een winst. De koers staat op dit moment 105 euro. Dan zou u een stopprijs kunnen leggen aan 104 euro. Dan heeft u eigenlijk 4 euro veilig gesteld van de 5 euro winst die u reeds heeft. Moest de koers verder blijven doorstijgen, is er niets aan de hand. Uw stoporder wordt niet uitgevoerd en u kunt telkens uw stopprijs of uw stoporder annuleren en verhogen. Naar bijvoorbeeld 106, 108, 110 en zo verder. Zolang dat dat aandeel blijft stijgen, kunt u dus die stopprijs ook verhogen en maximaliseert u dus uw winst. Ook voor het annuleren van die stoporders worden er telkens geen kosten aangerekend. Moest de koers op een gegeven moment toch dalen en hebben wij onze stopprijs of een stoporder nog steeds liggen op 104, op dat moment worden uw aandelen verkocht en heeft u dus uw winst veilig gesteld. En dus van uw 5 euro winst heeft u er 4 euro veilig gesteld. Ook daar weer, van zodra dat die koers bereikt wordt in de markt, wordt uw aandeel verkocht aan de eerstvolgende marktprijs. Dat kan zijn 104 of ietsjes daarboven of eronder. Vandaar dat er staat verkoop op of rond de 104 euro. Gaan we nu eens een stoporder plaatsen bij aankoop? Wel, dan wenst u in te spelen op een positieve tendens. Stel nu bijvoorbeeld het aandeel is enorm gedaald, zelfs onder de 100 euro. U weet niet of het aandeel hier beneden nog verder zal dalen. Dus u zegt, ik stap liever in bij een stijgende tendens. Wel, dan gaat u zeggen van kijk, ik plaats een stoporder bij aankoop aan 102 of 103. Van zodra dat dan die prijs bereikt wordt, ben ik zeker
of zekerder van een stijgende tendens. U laat dus de eerste winst liggen en u stapt in bij een stijgende tendens. Dat is een stoporder bij aankoop. U plaatst dan eigenlijk in feite een koers die hoger ligt dan de actuele marktprijs. Klinkt een beetje raar, iemand die meer wenst te betalen dan de actuele prijs in de markt, maar meestal wordt dat gedaan door technische analisten die zeggen van kijk, boven die bepaalde koers zit men terug in een stijgende tendens en ik koop liever mijn aandelen bij een stijgende koers dan bij een dalende koers. Hoe geeft u een stoporder in op het platform van Keytrade Bank? Eerst en vooral moet u aangeven of het dan wel gaat om een aan- of een verkooporder. U geeft uw hoeveelheid in en dan bij soort uiteraard geeft u aan of het gaat om een stoporder. U plaatst uw stopkoers. In dit geval hadden we gekocht bijvoorbeeld aan 100. U wenst uw verlies te beperken en u plaatst uw stopkoers aan 95. Ook de geldigheid plaatst u een GTC-order. Op Euronext blijft die 1 jaar geldig en dan plaatst u dus uw order op de beurs. Het is dus eigenlijk in feite een vaste stop die u plaatst, maar die u dus wel telkens kunt annuleren zolang die stopprijs niet bereikt wordt. En dan kunt u dus ook altijd verhogen. Een stoplimietorder gaan we dus nu zien. Een stoplimietorder, het verschil met een stoporder is dat u twee prijzen gaat moeten ingeven, zowel een stopprijs als een limietprijs. Vanaf het moment dat de stopprijs bereikt wordt, worden uw aandelen aangekocht, maar nooit hoger dan uw limiet. En bij een verkooporder is dat het omgekeerde. Van zodra dat uw stop bereikt wordt in de markt, worden uw aandelen verkocht, maar nooit lager dan uw limietprijs. Het verschil met een stopprijs of een stoporder is dat u bij een stoporder bij aankoop, dan wordt uw order als zijnde een marktorder naar de markt verstuurd. En bij een marktorder kan het dus zijn dat uw prijs hoger is dan op het moment dat u de order ingaf. Hetzelfde bij een verkoop. Ook daar is het een marktorder dat naar de markt verstuurd wordt van zodra dat je stop bereikt wordt of je stopprijs bereikt wordt. En dus uw aandelen zullen verkocht worden om en bij die stopprijs. Ja, dus bij aankoop een stoporder bij aankoop, dan gaat u twee prijzen moeten ingeven, een stopprijs en een limietprijs. En bij een verkooporder gaat u ook twee prijzen moeten ingeven. Enerzijds uw stopprijs en een limiet die lager ligt dan uw stopprijs. Ja. Moest het aandeel openen boven uw limiet, ja, wordt er niet aangekocht. Ja. Ook hier moest het aandeel openen onder de limietprijs, dan worden uw aandelen niet verkocht en blijft uw order in wacht tot uiteindelijk die limietprijs hier bereikt wordt. Laten we concrete voorbeelden zien. U gaat dit order ook gebruiken om verliezen te beperken. Hetzelfde voorbeeld als daar straks, we hebben gekocht aan 100, de koers staat 98, we leggen een stopprijs in aan 95. Maar omdat we een stoplimietorder ingeven, gaan we twee prijzen ingeven. Enerzijds een stop aan 95 en een limietprijs aan 93. Wat wil dat zeggen? Zolang het aandeel uw stopprijs niet raakt, dus die 95 niet raakt, wordt er niet verkocht. Wordt 95 geraakt, dan worden uw aandelen verkocht rond die koers, maar nooit lager dan 93. Opent het aandeel onder de 93 en blijft het aandeel verder dalen, wel dan heeft uw stoplimietorder in feite niet gewerkt en worden uw aandeel niet verkocht, dan blijft uw order in wacht tot uw limietprijs bereikt wordt. De limietprijs bij verkoop geeft aan, dat is de minimale prijs die u wenst te ontvangen bij verkoop. Ja, in dit geval, laten we zeggen, we hebben gekocht aan 100. In het beste geval heb ik 5% verlies. In het slechtste geval heb ik 7% verlies. Neem altijd enkele procenten tussen de stop en uw limietprijs. En iedereen bepaalt voor zichzelf waar dat die marge ligt. En sommige klanten wensen slechts 2 à 3% verlies.
Anderen zijn dan weer wat agressiever en zeggen van kijk, ja, ik leg mijn stops toch altijd rond de 8 à 10%. Ja. Het is afhankelijk natuurlijk ook over de grootte van uw positie en het aantal aandelen dat u in het portefeuille heeft. Maar iemand die zijn verliezen kort afkapt en zijn winsten maximaliseert, die maakt uiteindelijk van zijn portefeuille een winstgevende portefeuille. Dan moet u nog niet altijd met alle beleggingsbeslissingen correct zijn. U kunt perfect 6 op de 10 foute beslissingen maken. Als u die 6 op de 10 kort afkapt en de 4 andere maximaliseert, dan maakt u nog winst op uw portefeuille. Het inbrengen van een limietorder, een stoplimietorder, excuseer, op het platform van Kietrijd Bank. Meestal doet u dat voor een verkoop. U heeft aandelen gekocht en u wenst daarvan uw winst veilig te stellen of uw verlies te beperken. Wel, dan gaat u enerzijds een limietprijs ingeven, anderzijds ook een stopprijs. Dus van zodra dat uw stopprijs bereikt wordt, worden uw aandelen verkocht, maar nooit lager dan uw limiet. En bij GTC geeft, dus bij validiteit of geldigheid, geeft u uw geldigheid in. Een trailing stop order is eigenlijk ook een slim order waarbij eigenlijk de stop mee evolueert met de koers van het aandeel. Terwijl bij de vorige twee orders, stoporders, dus een stop- en stoplimiet order, legt u altijd een vaste stop in. Bij een trailing stop volgt de stop de koers van het aandeel, zolang die blijft stijgen. Want zodra dat uiteindelijk de koers daalt, dus door de afstand van die stop, dan worden uw aandelen verkocht. Trailing stop bij aankoop. In feite wenst u dan te kopen op het moment dat die stop ook doorbroken wordt. Dus wanneer de koers terug begint te stijgen. En u geeft dus ook weer hier uw eerste winstprijs. Maar u stapt hierin met een stijgende tendens. Dus de stop volgt de prijs zolang die daalt. Vanaf het moment dat er terug een stijgende tendens is, op dat moment wordt er aangekocht. Dus dat is een trailing stop bij aankoop. Gaat u uw winst veiligstellen met een trailing stop order, dan plaatst u een verkoop trailing stop. U neemt uw afstand tot de markt, bijvoorbeeld 2. Zolang het aandeel blijft stijgen, volgt uw stopkoers de koers van het aandeel. Daalt uw koers met meer dan de afstand tot de markt, op dat moment worden uw aandelen verkocht. En dus aan de hand van een trailing stop kunt u uw winst maximaliseren. Hoe geeft u een trailing stop order in het platform van Kietrijd Bank? Wel, u geeft in verkoop, dan het aantal stuks. Bij soort order geeft u een trailing stop order. U neemt uw afstand tot de markt, bijvoorbeeld 1 euro of 2 euro of 5 euro. Dat is een absolute waarde. Dus dat is afhankelijk, dat is de afstand tot de koers op het moment dat u uw order ingeeft. En die afstand volgt gewoon de stijging van het aandeel. Wordt die afstand dan doorbroken, dan worden uiteindelijk uw aandelen verkocht. Dus let op, als een aandeel maar 1 euro noteert, neem dan ook een afstand tot de markt van bijvoorbeeld 0,05 eurocent. Ja? Als een aandeel 100 euro noteert, dan kunt u een afstand tot de markt nemen van 4, 5, 5 euro bijvoorbeeld. Ja. Telkens als het aandeel met 4 euro stijgt, wordt er een nieuwe stop aangemaakt. Eenmaal als het aandeel met meer dan 4 daalt, dan worden uw stuks verkocht en heeft u uw winst gemaximaliseerd. Ook als geldigheid geeft u dus hier telkens GTC in. Dat betekent good till cancelled. En dan blijft ook hier uw trailing stop order 1 jaar geldig op Euronext. Laten we dus alle orders langs elkaar plaatsen. Een marktlimiet, stop, stoplimiet en trailingstop. Bij een marktorder heeft u een rechtstreekse uitvoering en wordt er gekocht aan de eerstvolgende marktprijs. Bij een limietorder, als u koopt, geeft u zelf aan wat is de maximale prijs die u wenst te betalen bij aankoop. Bij stop bij aankoop
dan wenst u eigenlijk te kopen bij een stijgende tendens en dan wenst u te kopen boven de huidige marktprijs. Plaatst u een stop-limietorder bij aankoop, dan is het hetzelfde. Alleen geeft u dan twee prijzen op. Een stopprijs, dat is die blauwe lijn, en de rode lijn, dat is uw limietprijs. Dat betekent vanaf het moment dat u stop geraakt wordt in de markt, worden uw aandelen aangekocht aan de eerstvolgende prijs, maar nooit hoger dan uw limietprijs. Trailing stop bij aankoop. Wel, zolang dat de afstand op de markt, zolang uw koers of het aandeel blijft dalen, wordt er niet aangekocht. Eenmaal dat de koers terug begint te stijgen en die afstand doorbroken wordt, dan worden uw aandelen gekocht. En ook daar weer wenst u in te stappen bij een stijgende tendens. Laten we nu de verkooporders bekijken, zowel voor een marktlimiet, stop, stoplimiet als trailingstop. Bij een marktorder, verkoop, dan wenst u aandelen te verkopen aan de eerstvolgende marktprijs. Dat is gewoon de prijs op dat moment in de markt. Bij verkooplimietorder, u geeft zelf in tegen welke prijs dat u aandeel wenst te verkopen. Dat betekent dat is ook het minimale dat u wenst te ontvangen bij verkoop. De prijs moet dan ook die prijs bereiken of boven die prijs stijgen, anders worden uw aandelen niet verkocht. Pakken we een stoporder om enerzijds uw winst veilig te stellen of uw verlies te beperken. We nemen een voorbeeld. We hebben gekocht aan 100. Ja, we plaatsen een stop aan 98. Want zodra dat uw stop doorbroken wordt, worden uw aandelen verkocht aan de eerstvolgende marktprijs. Dat kan 98 zijn, dat kan ook ietsjes hoger of lager zijn. Het principe is met een stop dat u uw verliezen beperkt of uw winsten veilig stelt. Hetzelfde geldt met een stoplimietorder. In dat geval ook van zodra de stop bereikt wordt in de markt worden uw aandelen verkocht, maar nooit lager dan uw limietprijs. U geeft dus zelf aan als limiet wat is het minimum dat u wenst te ontvangen voor uw aandelen. En dan hebben we nog de trailingstop verkooporder. Daar geeft u een afstand tot de markt in. Zolang dat het aandeel blijft stijgen en uw afstand tot de markt niet doorbroken wordt, wordt uw winst eigenlijk gemaximaliseerd. Eenmaal als uw afstand tot de markt doorbroken wordt, dan worden uw aandelen verkocht en heeft u dus uw winst binnen. Zo, dat waren de verschillende type orders. Indien u nog vragen heeft, stel uw vragen via sales@kietkredietbank.com. Dit is een opgenomen webinar. Ik dank u allemaal voor de aandacht en het volgen van dit webinar. Heel veel succes met traden. En ik zou zeggen, test al deze type orders uit. En als u winsten in uw portefeuille heeft, tracht deze ook te maximaliseren of veilig te stellen. De markten zijn volatiel. Maar enkel door verliezen kort op de bal af te kappen en uw winst te maximaliseren, maakt u winst.